Het lijkt misschien een beetje verwonderlijk dat in de Sint-Siclusabdij van West-Vleteren internet geen vreemde wereld is, maar het is voor ons ook wel een beetje een kijk op de wereld. En een bijzondere plaats voor ons heeft toch wel Kerknet daarin, omdat dat voor ons op een vlotte manier toegang geeft wat dat er in de kerk, dichtbij en veraf, aan het gebeuren is. Als de Kerknet open, dan verschijnt een reeks titels, dat vind ik al een heel belangrijk overzicht van wat er gebeurt. Het geeft tot mij een stimulans om enkele items aan te klikken, om verder te lezen. En ik vind het ook een beetje verwonderlijk dat de leestijd is aangeduid. En ook voor monniken die een zee van tijd hebben, is dat toch interessant om te weten zo lang duurt het. Inhoudelijk vind ik dat bondig de thema's worden weergegeven. Anderzijds ook dat het vrij volledig is, het is niet oppervlakkig. Verschillende microsites hebben dus ook een steunkleur, wat dus maakt dat je weet waar je gesitueerd bent. Bijvoorbeeld op een bisdombladzijde of in het nieuws, dat is interessant. Je merkt het, de trappisten van West-Vleteren zijn fan van Kerknet. We vinden het belangrijk dat de kerk aanwezig is op internet, dat dat ook gesteund wordt. Dat er voldoende middelen zijn om bekwame medewerkers aan te trekken, ook om voldoende te kunnen vernieuwen. Dus ik zou jullie uitnodigen, word beter zoals de trappisten van West-Vleteren zijn. Welkom bij de familie.